Het jaarlijkse internationale filmfestival in Rotterdam is weer begonnen. Talloze films en art directions zijn te vinden in de stad. Met genoeg public spaces die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Midden op Rotterdam Centraal staat een enorme witte doos met hierin een shortfilm van Nicholas Provost, genaamd Plotpoint. De grote verschijning zorgt voor veel vragende blikken van reizigers die de stationshal passeren. Enkele durven het aan en lopen naar binnen, waar ze geconfronteerd worden met een film over de New Yorkse politie. Iets verder in de stad bevindt zich Worm, een excentrieke, toffe locatie met een poppodium. De locatie is al een beleving op zich. Achterin Worm is een speciale VR-ruimte opgesteld met verschillende virtual reality films over Pan-Africa. Na alle prikkels is het tijd om even tot rust te komen. Terug naar het festivalhart, waar een zwarte container staat. De binnenkant van de container is geïsoleerd met 3 lagen schapenwol, wat ervoor zorgt dat er een enorme stilte is. Iets wat je in je dagelijks leven niet zult ervaren. Je komt tot rust. En dat mag ook wel na een drukke dag op het Internationale Filmfestival in Rotterdam.